Hey beste kijkers, welkom bij weer een nieuwe aflevering van Tips en Trucs. Wat ik jullie vandaag ga laten zien is hoe je deze Daaldrop Combifort 2480, hoe je die in kan regelen. Het is eigenlijk heel simpel. We hebben een gebruikersmenu en een installateursmenu. Nou, bij deze Daaldrop CV-ketel kunnen we dus de aanvoertemperatuur instellen, 3 standen. Het vermogen kunnen we dus instellen, 3 standen. Warmwateruitstroomtemperatuur instellen. Je hebt wel een standenpomp in de ketel zitten, maar die kan je dus niet van standje 3 naar standje 2 zetten, want dan krijg je dus problemen met warm water. Dus gewoon niet doen, laat deze gewoon op standje 3 staan. Wat je wel kan doen is op de aanvoerleiding onder de ketel kan je dus wel een inregelkraan plaatsen en dan misschien van 16 liter per minuut teruggaan naar 12 liter per minuut of 10 liter per minuut. We hebben de set, reset, warm water. De set toets 5 seconden ingedrukt houden. Dan krijg je een B. Dan staat hij op 02. En de B is dus voor warm water. 02 is dus 65 graden. 03 is dus 70 graden. En 01 is dus 60 graden. Dus ik ga hem nu van 65 op 60 graden zetten. En dat doe je met het knopje van warm water. 03. 01. Staat hij op 01, druk je op de reset knop, klaar. Dan gaan we naar installateursmenu. Ingedrukt houden. Dan krijg je eerst de B. Ingedrukt houden. Dan krijg je de A. Deze mag je overslaan. En dan ga je naar de grote C. Maximaal ingestelde aanvoertemperatuur CV, 90 graden. 3 standen. 60, 75 of 90. Nou, in dit geval hebben we merendeel vloerverwarming met een paar radiatoren. Dus we zetten hem op 75 graden. Dan gaan we naar kleine H. Nadraaitijd, pomp CV. Die zetten we op 5 minuten. Dus dan blijft hij 5 minuten nadraaien op het moment dat er geen warmtevraag meer is. Dan gaan we naar I. Maximaal CV-vermogen staat dus op 24 kilowatt. Die gaan we dus terugzetten naar 7 kilowatt. En 7 kilowatt is dus de onderwaarde van deze ketel. Heb je een type groter, dan is 10 kilowatt de onderwaarde. En je hoort dus gelijk dat hij een stuk rustiger gaat draaien. Dan druk je op de reset. Nog een keer. En dan zie je dus ook, omdat hij minder knippert, dat hij dus rustiger brandt. En de waterdruk is 1,4 bar. Nou, en zo zie je maar, het is dus eigenlijk heel simpel om die CV-ketel softwarematig in te stellen. Nou, bedankt voor het kijken. Even een duim omhoog als je het een leuk filmpje vond. Vergeet je uiteraard niet te abonneren en dan zie je mij de volgende keer.